We zijn vanavond in het sportcentrum, waar de eerste fysieke bijeenkomst in het kader van het vitaliteitsakkoord plaatsvindt op dit moment. Zojuist is het bord met alle deelnemers aan dat akkoord onthuld door de twee wethouders, Pieter Paans en Kees de Ruiter. En verder in de loop van deze avond is de bedoeling dat de deelnemers met elkaar in gesprek gaan en nieuwe initiatieven ontwikkelen om ervoor te zorgen dat de Papenderse bevolking gezonder wordt of gezond blijft en in ieder geval in beweging komt. Ik wil nog wel heel even gelijk een soort van vitaliteitscheck doen. Wie is er vanavond op de fiets gekomen of lopend? Vanavond was hier in Papendrecht de eerste bijeenkomst in het kader van het vitaliteitsakkoord. Nou, en dan vraagt de gemiddelde kijker zich misschien wel af, wat is dat, een vitaliteitsakkoord? Nou, een vitaliteitsakkoord is een akkoord wat we sluiten met een groot aantal partijen. Het gaat over vitaliteit, over gezondheid, over bewegen, over hoe dat we in deze samenleving mee kunnen komen. Ook op basis van gezondheid, maar ook op basis van sport. U heeft hier vanavond heel veel partijen aangetroffen. Scholen, maatschappelijke organisaties, verenigingen. Noem maar op. Hè. Ook iemand van armoedebeleid is hier aanwezig. Ja, ook die partijen hebben we allemaal nodig om een vitale, een leefbare en gezonde samenleving te hebben. En wat is de rol van de gemeente bij dit akkoord? Nou, wij zijn misschien via het sportakkoord, dat is het begin geweest hiervan. Papendrecht was de enige witte vlek op de landkaart in Nederland. We waren de enige gemeente die nog geen sportakkoord had. En dat voor een gemeente met veel sportverenigingen? Ja, dus wij zeiden als gemeente dat kunnen we echt niet maken. Dus we zijn op de pedalen gegaan. Wij moesten binnen 2 maanden een plan inleveren bij het ministerie. En het sportakkoord plus het preventieakkoord. En het preventieakkoord zit meer in de portefeuille van collega De Ruiter over volksgezondheid. Samen vormt dat het vitaliteitsakkoord. Wat moet ik me nou voorstellen eigenlijk bij een sportakkoord? Het is een samenwerkingsverband. Wat gaat er dan gebeuren? Nou, dat niet vanuit het gemeentehuis allerlei plannen over de verenigingen worden uitgestrooid. Maar dat de verenigingen zelf en de organisaties en instellingen die wij rijk zijn in deze gemeente. Dat zij zelf met ideeën gaan komen. Het geld is er. Maar zij moeten met ideeën gaan komen, hoe krijgen wij deze gemeente vitaal of houden we hem ook vitaal? Ben ik te optimistisch als ik zeg dat Den Haag daarvoor het geld levert? Daar levert Den Haag het geld voor, want wij zitten, zoals u weet, in Papendrecht best in een moeilijke situatie. En als wethouder financiën moest ik op de kleintjes letten. Maar er staat echt een pot geld die we kunnen besteden. En die moet binnen nu, dit jaar en volgend jaar besteed worden. Dus het was alle hens aan dek om dat goede plannen ingediend te krijgen. Nou, het sportakkoord was dus één onderdeel van het vitaliteitsakkoord. Preventieakkoord was het andere gedeelte. Wat gaan we voorkomen? Nou, wat we willen voorkomen is natuurlijk ziekte in de meest brede zin van het woord. Dat kunnen we voorkomen door goed te letten op voeding, op goed te letten ook op beweging, wat weer met het sportakkoord te maken heeft. Maar ook om de omstandigheden waarin mensen en kinderen opgroeien. Vandaar dat hier ook scholen aanwezig zijn. En het is zo mooi dat dit akkoord dus breed in de samenleving wordt uitgezet. Want wij vinden dat Papendrecht een hele vitale samenleving is. Er liggen heel veel kansen. En al deze aanwezigen zien die kansen ook. En die worden daarin door ons als gemeente bij elkaar gebracht en gesteund. Nou, er komt natuurlijk altijd geld bij kijken. Dat vinden we ook heel belangrijk. En dat geld, hebben jullie net gezien, dat is daar ook. We zijn benieuwd wat het vitaliteitsakkoord voor Papendrecht gaat opleveren.